Nou, sinds eind oktober is er veel gebeurd. Heel de tuigage is eraf geweest. Die ligt nu nog, het grootste gedeelte ligt nog binnen. En we hebben een hoop onderhoud eraan gedaan. En we zijn nu letterlijk op het kantelpunt. Aankomende zaterdag zijn we ook op de helft. Dus vanuit de tuigage staan we er erg goed voor. Eind oktober vorig jaar kwam de Clipper Stad Amsterdam de haven van Den Helder binnenlopen voor een zeer grote onderhoudsbeurt. Na het verwijderen van de masten en raas kreeg het schip een plekje in het historisch dok op Willemsoord. Ja, we hebben heel wat uren pijn en zweet erin gestopt. En het echte visuele moet nog gaan gebeuren, maar vooral het inhoudelijke en het technische, dat is een heel eind veranderd al. Ja. De Clipper ligt dan wel op het droge, maar de bemanning van het schip zit in de tussentijd niet stil. Er wordt hard meegewerkt aan het onderhoud. Ja, we doen eigenlijk het volledige tuigwerk doen we zelf. Dus alles wat met de zeilen, de lijnen, de blokken en het tuigage te maken hebben, dat onderhouden we altijd zelf. Is het fijn om als bemanningslid hier ook zelf mee bezig te zijn, zeg maar? Ja, het is ook voor ons noodzakelijk, want er zijn gewoon niet zoveel bedrijven die dit tuigwerk kunnen. En uiteindelijk, omdat onze bemanning zoveel liefde voor het schip heeft en de skills om het te doen, is het resultaat dat we met onze eigen bemanning behalen vele malen hoger dan als we er iemand voor zouden inhuren. Het schip moet in mei weer gaan varen. Naast een tocht door Europese wateren staat natuurlijk ook Sail Amsterdam op het programma. Het wordt dus nog even flink doorwerken in het dok in Den Helder. Nou, we willen eind van de maand gaan beginnen met het opbouwen van de masten. En dat zal zo'n 3 tot 4 weken duren. En dan gaan de razen daartussendoor bij op. Dan begint ze weer een beetje vorm te krijgen. Dan begint ze weer een beetje vorm te krijgen, ja. Dan krijgen ze de ziel terug.